ik ben Amy Philips. Ik ben hier verpleegkundige bij Zorgcentra De Betuwe. En ik ben gespecialiseerd in psychogeriatrie. We hebben een team van 5 collega's. We hebben onderling echt super goed contact. En het is een hartstikke leuke werksfeer. En het is echt een hele leuke woning om te mogen werken. We zijn sinds 2-3 jaar zijn we nu bezig met zelfsturing. Je hebt altijd bepaalde teamleden die het moeilijk vinden om hun mening te uiten. En zeker tegenover een manager of nog hogerop. Die rangen moesten er eigenlijk een beetje uit, zeg maar. Nou, ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn. En dat we zeker nu zelf kunnen aangeven als we een probleem hebben van hey, dit is de manier waarop we het graag willen oplossen. En welke mogelijkheden zijn er? En wie moet ik inschakelen hiervoor? En voorheen ging je met je probleem naar de manager en dan loste hij het voor je op. Dus het is ook wel leuk dat wij dat nu zelf mogen doen. Het heeft ook wat meer verantwoording. Je voelt je ook meer verantwoordelijk voor je functie, voor je taken. Bijvoorbeeld, wij wilden graag nieuwe meubels in de huiskamer. Voorheen moesten wij dat aanvragen bij een manager en dat werd dan voor ons uitgezocht. Dus dat werd dan besteld en hier geplaatst. En nu gaan we daarover in overleg. Hoe wij daarover denken, welke meubels we graag zouden willen. Als er een nieuwe vloer wordt ingelegd, welke kleurvloer. Dus er wordt nu meer met ons besproken en er wordt meer samengewerkt. En dat is wel heel prettig.